Ik ben best wel blij dat jullie er allemaal zijn. Wie had zich nou voorgenomen te gaan van tevoren eigenlijk? Oh, oké. En wie kwamen er nu net om wegens... Ja, toch wel de meerderheid. Ja, nou leuk, super. Ja, ja. Oké, nou, welkom bij mijn verhaal. Mijn naam is Tom Oosterhuis en zoals ik eigenlijk net al een beetje vertelde, maar dat heeft misschien niet iedereen gehoord. Ik ben van huis uit ben ik eigenlijk theatermaker en opgeleid als televisieregisseur. Maar de afgelopen jaren, 14 jaar zijn het, heb ik gewerkt in het onderwijs als onderwijsontwerper. En wat betekent dat nou? Ik heb dus op allerlei plekken in het onderwijs gewerkt. Van mbo tot de universiteit, tot het hbo. Het langst heb ik gewerkt op de Dansacademie in Amsterdam. Daar werk ik nog steeds. Dat is een hbo-opleiding. Bachelor dans. Is onderweg. Het geluid is... Ik hoor het. Maar we zijn toch maar vast begonnen. Dus daar heb ik gewerkt. Ik heb gewerkt in het mbo. Bijvoorbeeld op het Friesland College. Daar heb ik gewerkt in 10 verschillende opleidingen. En dat was bijvoorbeeld mijn taak om in het leerbedrijf van V&D... Dat werd gerund door studenten. Dat wil zeggen, dat was de bovenste verdieping waar ze cd's verkopen. En doet hij het? Oh, dat is lekker. Ja, dit is nog beter. Hè? Mag ietsje harder nog wel, vind ik. Daar heb je geen verstand van. Want dit gaat het hele gebouw door nu. Maar jullie kunnen me wel goed verstaan? Oké, super. Oké. Nou, mijn taak was daar dus om dus studenten, jongeren, die runden dan de afdeling voor de cd-verkoop en de sportkleding. En mijn taak was dan om van dat werken ook leren te maken. Maar in de afgelopen 4 jaar bijvoorbeeld ben ik betrokken geweest bij een pabo in Hengelo. Want daar wilden ze een programma maken voor de betere juffen en meesters. Dat heette dan ook wel een excellentieprogramma. En daar was ik de ontwerper van dat programma. En de rode draad van mijn verhaal is eigenlijk altijd dat het van belang is om sociaal ontwerpend te leren. Dat betekent dat je dus eigenlijk niet langer gaat zeggen de lesstof, de inhoud staat centraal, maar de studenten, de leerlingen, de kinderen staan centraal. Ik ben niet de eerste die dat vindt of die dat zegt. Het lijkt wel of we 2 strijdende partijen hebben in de laatste jaren, waarbij de een zegt, de overheid op dit moment, we moeten onze kinderen weer veel beter taal en rekenen leren, wiskunde en Nederlands, want we moeten tot de top 5 van de kenniseconomie gaan behoren, want anders concurreren we de Chinezen er niet uit. Hè? Dat is een beetje het beleid van de overheid, is dat. En de andere kant is dat er types zoals ik zijn, en die zijn ook op vele scholen aanwezig, die hebben zoiets, ja, maar we leven in een hele complexe en dynamische tijd waarin ontzettend veel verandert en we kunnen het niet blijven doen zoals we het altijd deden, want vroeger konden we zeggen, we voeden onze kinderen op en we leiden ze op om te gaan leven in een wereld die wij al kennen en die vast ligt. Maar de wereld zoals die zal zijn over 10 jaar, die kennen we niet. Er zullen heel veel nieuwe beroepen zijn, oude zullen verdwijnen, de wereld zal continu in beweging blijven. Het is complex en het is dynamisch en daar moeten we onze kinderen op toerusten. En taal en rekenen is dan wel van belang, maar zeker niet als enige. Het lijkt of dat 2 strijdende partijen zijn. Wat mooie wind mee is in het verhaal wat ik vertel, is dat de Onderwijsraad, dat is de club, het belangrijkste adviescollege van onze regering als het gaat over onderwijs, die heeft net een stuk uitgebracht. Vandaag komt het uit. Er stond al een stuk over in het NRC van het weekend. Waarin men totaal afwijkt van die visie van taal en rekenen en van landelijke toetsen en noem maar op. En ik vind dat heel erg positief. Maar daar kan je ontzettend van mening over verschillen. En dat wou ik eigenlijk vanmiddag niet doen, hoewel het mag. Je mag het heel erg met me oneens zijn en dat ook zeggen, lijkt me super. Maar wat ik eigenlijk wil doen is jullie meenemen in een verhaal wat gaat over de noodzaak van sociaal ontwerpen en sociaal ontwerpend leren. En ik zal het even heel simpel maken. Het begon eigenlijk vanmorgen. Vanmorgen zat ik in tramlijn 26 in Amsterdam, want ik woon op Eiburg. In Amsterdam, dat is zo'n nieuwe buitenwijk, je weet wel misschien. En ik moest dus met de tram naar het station. En met die tramlijn is iets aan de hand. Het is een hele bijzondere tramlijn, want je kunt daarin met de fiets. Maar ook met een invalide wagen en ook met kinderwagens. En dat is heel mooi dat het kan, maar regels schieten tekort. Dus er zijn wel bepaalde veiligheidsvoorschriften. Er mogen maximaal 2 fietsen mee en die moeten precies in dat rekje.
Maar als daar nou kinderwagens staan en een invalide wagen gaat altijd voor, maar als het nou vol is, moet dan een moeder met een kind eruit? Of die fietser? Maar die fietsen mogen er altijd staan, die staan op een eigen plek. Hoe zit dat? Nou, en dat is vaak oorlog. Kan ik je vertellen. Op Amsterdam ook. Iedereen vecht elkaar de tram uit zo'n beetje. Zeker in de spits. Je wordt er gillend gek van. Maar nou is er één man. En dat is Martin. Je ziet hem daar. En Martin is een held. Want bij Martin is het nooit oorlog. Het is altijd eigenlijk bijna feest. Als mensen bij hem in de tram komen, geven ze hem een hand. Hey Martin, hoe is het nou? Alsof het een dorp is. Hij zegt zelf, ik zie het een beetje als een café. Hij had vroeger zelf een café, een heel succesvol café. En werkt dus nu op de tram. Oké. Maar we gaan het niet over Martin hebben, maar we gaan het hebben over wat is nou hetgene dat Martin doet, dat het daar marcheert in die tram. Nou, en dat is dat hij leiding geeft aan het sociale ontwerpproces. En ik laat het even zien hoe dat eruit ziet. Dit is het. Er zijn eigenlijk 4 fases. Je kan er naar kijken als naar de seizoenen. Ik heb hier wat beelden staan, hier en zo. En waar heb ik die seizoenen gelaten? Oh, die zijn hier. Oké, die moet je maar na afloop even lezen, want het is een beetje te veel als ik het ophoud, dat lees je niet. Maar het gaat even om het fenomeen, dat het begint altijd met afstemmen. Dus we komen die tram in, hè? En dan gaat het erom, hoe vol is het, hoe gestrest ben ik? Stel, ik ben een moeder met een kind, kan ik dat kind even op de arm nemen en dat ding even inklappen? Is er een invalide bij, moeten we die even helpen? Dus mijn drive, die moet ik even voelen, moet ik even weten. De drive van de anderen, iedereen moet zich afstemmen. Dus dat is de eerste fase. En dan gaat het over een aanpak ontwerpen. Maar ik praat nu al langer dan het mag duren. Hè? Dus het moet binnen 60 seconden geknipt en geschoren zijn. Dus dan gaat het erover oplossingsgericht denken. Als jij nou even inklapt, maar jij gaat even hier staan. Weet je wat, ik neem de volgende tram wel. Doei, met mijn fiets. Weet je wel, doe ik wel eens. Heel heilig van mezelf. Maar er zijn vele mensen die dat ook doen, soms. Als Martin er is vooral. Dus je bedenkt ideeën. Die ga je uitvoeren. Dat noem ik dan altijd de Feyenoord-mentaliteit. Geen woorden, maar daden. Niet lullen, maar poetsen. En dan vier je het resultaat. Dat doet Martin altijd, dan roept hij in de microfoon. Dames en heren, hartstikke bedankt. U ziet het, samen krijgen we het voor elkaar. Nou, dan heeft iedereen zo'n smile. En dat doet hij bewust, want ik heb hem geïnterviewd. Met toestemming van het GVB. Want ze zijn bang voor negatieve publiciteit. Hè? Dus ik mocht hem interviewen. En hij kon mij precies vertellen. Dit model heeft hij dus niet paraat. Hè? Maar hij kon me wel precies vertellen wat hij deed. En dit model dat heb ik bedacht omdat ik denk dat het van toepassing is op heel veel in deze tijd. Ik wil dat eigenlijk even aan jullie vragen. Als je dit nu herkent, hè, of als je dit nu ziet, herken je dit nu al in situaties die je zelf hebt? Wie herkent de situatie? Wie kan het vertellen? Meneer? Heel erg. Heel erg zelfs. Ja. Vertel het. Zal ik me even... Ja, hou maar even vast. Ja, ja dat hoop ik. Ergens in de maand maart van dit jaar was er iemand in mijn dorp die riep... ik heb wel behoefte om met een aantal mensen te praten over de publieke operatie. Ja. En waar dat uiteindelijk in geresulteerd heeft, is een platform maar dat ze niet alleen maar praten over energie, maar ook over zorg in allerhande vormen in het dorp. Zo. En, en een platform waar dat mensen dus met initiatieven naartoe kunnen, zonder dat ze die initiatieven ook daadwerkelijk overnemen. Ja. Zo laten het vooral bij de mensen. Ja. En dan gaat het dus over afstemmen, aanpak ontwerpen, doe vooral dingen. Ja, dat is het, hè? En dat is precies hetgeen wat we het afgelopen half jaar gedaan hebben. Nou, super. Oké. Nog een heel ander voorbeeld? Die meneer daar? Ja. Ik heb een school in Helmond, een paar collega's. We gaan elk jaar gaan met een groep van 100 leerlingen naar Londen. En eigenlijk de hele dag door heb je dit soort dingen. Dus ja. Je hebt een soort programma in je hoofd, maar eentje die ligt constant in de wc. En je bent constant eigenlijk op deze manier. Ja, gewoon afstemmen op de wc, een aanpak ontwerpen, even doortrekken. Ja, ik snap het wel. Wat zeg je? Geen woorden, maar daden. Ja, ik begrijp heel goed wat je zegt, want ik ben natuurlijk ook van het onderwijs, dus ik herken voor 100% wat je zegt. Het interessante is dat ik denk dat alle beroepen, misschien wel alle sociale interactie, of die ertoe doet in deze tijd... voldoet aan dat sociale ontwerpproces. En zo heb ik dus gesproken met allerlei beroepsgroepen, met huisartsen in dit geval. En ik vertel je even hoe dat met die huisartsen ging. Ik kom zelf uit de artsenfamilie, dus ik weet een beetje van dat beroep, van intern, zeg maar. Maar er is een kleine revolutie aan de gang in dat beroep. Want wat is er aan de hand?
als jij medicijnen studeert, mag jij niet opgaan voor je artsexamen, al heb je 9 en 10 gehaald voor je tentamens, als jij niet aantoont dat jij sociale competenties hebt. En dat is een revolutie. Waarom is het een revolutie? Omdat vroeger het omgekeerde werd gepredikt. Namelijk, je verdiept je vooral niet in je patiënt, want je moet objectief kunnen kijken. En jij hebt de witte jas, jij hebt de autoriteit, dus die patiënt heeft te doen wat jij zegt. Moet je nu niet meer omkomen. Er is een therapieontrouwheid tussen de 30% en 70%. Dus het betekent, we doen niet wat de dokter ons voorschrijft. Dus een dokter heeft pas succes op het moment dat hij, ja, dat hij het samen met je uitvindt. Hoe het moet. Anders gaan we het niet doen. Je wil serieus genomen worden. Je hebt gegoogeld op wat je hebt. En je denkt dat je doodgaat. Of je hebt last van je rug. En je denkt, er moet een foto van gemaakt. En die arts die denkt, ja, foto van maken. Je ziet er niks op. Bovendien, ik heb een maatschappelijke verantwoordelijkheid. Want het kost geld. En het is zonde van het geld, want je ziet niks. Maar ja, ik moet ook mijn patiënt tevreden krijgen. En als die nou op die foto kan zien dat je niks ziet, dan is hij misschien wel geholpen. Dus hij heeft een ethisch beroepsdilemma. Nou, ik vertel je nu eigenlijk dit proces. Weer dat verhaal van dat afstemmen. Je maakt met elkaar een behandelplan. Dus als een patiënt nou helemaal niet de discipline heeft om elke dag die pillen te nemen, nou, dan moet je misschien een ander medicijn voorschrijven. Misschien ga je hem één keer in de week een injectie geven. Dan bespreek je dat samen. Is dat iets voor je? Gaan we dat dan samen doen? Dus je gaat het samen, die behandeling uitvoeren. En uiteindelijk heb je een resultaat wat je viert en bespreekt. En misschien moet een vervolgbehandeling plaatsvinden. Nou, dit proces is mijn beeld, is van toepassing op vele beroepen in deze tijd. En het maakt dat die beroepen dus enorm veranderen. Ik heb dat model heb ik ontleend aan het model voor technisch probleem oplossen. Het kwam eigenlijk als volgt. Ik ben theatermaker. Had je misschien al een beetje in de gaten dat ik van dat soort ben, zeg maar. Dus in de eerste helft van mijn beroepsleven maakte ik altijd de grootste spektakels, zeg maar. Hè? Dus bijvoorbeeld in 1989, toen had ik een popmusical gemaakt. En die stond in alle grote theaters van Nederland. En we kregen de prijs voor de beste musical van het seizoen. En ik had eigenhandig 3 miljoen gulden toen nog bij elkaar geregeld. En we gingen ook failliet. En nou, weet je wel? Ja, zo iemand. Klinkt als een feest, hè? Ja. Dus dat is zeg maar dat je het in de praktijk leert, hè? Heftig. En een van de heftige dingen was dat ik altijd ruzie maakte met mensen van de productie. En dat ging als volgt. Dan zei ik, nou, ik heb nou toch een geweldig idee. En dan, hoe harder ik dat zei, hoe harder de productiemensen zeiden, Tom, wat jij wil, dat kan niet. Nou, en dan was ik woedend. Luister, is dat mijn idee, weet je wel. Nou, en dat ging heel lang door, want voor iemand iets leert, hè, tenminste ik dan, ik doe daar dan lang over. Toen zei een vriend van mij, die werktuigbouwkundig ingenieur was geworden, en die had dit model in zijn eerste jaar gekregen. Het is ook een model van, ik ben zijn naam kwijt, maar die man was rector van die universiteit. En die zei, kijk, wij lossen zo'n technisch probleem op. En jouw probleem is, jij bent in die ideeontwikkelingsfase en jouw productiemensen zijn in de realisatiefase. En dat vraagt een hele andere mentaliteit. En ook andere vaardigheden eigenlijk. En het was voor mij zo'n ongelofelijke geschenk eigenlijk. Want vanaf dat moment had ik eigenlijk, en ik zeg iets te, maar we hebben het maar 3 kwartier. Maar toen had ik nooit meer ruzie. Zeg maar, hè? Nou, dat zeg jij. Goed. Ik heb ook de mensen van Thomas Cook Reizen heb ik geïnterviewd, de opleidingscentrum. Want wat blijkt is dat dus dat beroep radicaal veranderd is. 25 jaar tijd. Ik geef jullie even het raadsel. Een reisadviseur 25 jaar geleden en nu, hè? Lees even voor jezelf. Wat daar staat. En bedenk hoe is het nu. 2 minuten. Mag ook met elkaar over hebben. Dus didactisch heel verantwoord, namelijk. Als je erover discussieert met een ander, dan leer je er heel veel van. Dat weten we uit onderzoek.
Oké. Nou, wie zegt er iets? Internet. Het internet. Maar wat is dat? Wat betekent dat? Dat hij heeft 2500 reisadviseurs in de buurt. 25, ja. En wat betekent dat dan voor dat beroep? Dat het veel meer begeleiden is of een heel andere vorm van autoriteit eigenlijk. Ja, ja. Dat zijn goede dingen die je zegt. Nog meer? De plaatsgebondenheid. En wat betekent dat voor de reisadviseur? De tijdsgebondenheid. En de tijdsgebondenheid, ja. En wat betekent dat? Dat het niet meer, dat je een identiteit van de persoon niet af kan lezen van daar waar je wilt. Precies, ja. Dat is een heel belangrijk aspect, ja. Ja. Sorry. Dat je de identiteit van iemands persoon niet meer kunt aflezen van de plaats waar die woont. Dus dat betekent in de praktijk, kleren maken de man vroeger. Maar nu kan er iemand binnenkomen, die ziet er niet uit, zeg maar. Ik heb dan een pak aangetrokken, maar normaal zie ik er niet uit. Maar dan heb ik wel geld. Dus ik ben wel een potentiële klant. Dus als iemand mij gaat beoordelen op hoe ik eruit zie, dan heeft hij geen omzet, zeg maar. Hè? En omgekeerd, je kan een heel mooi pak aantrekken, zeg maar. Hè, tweedehands ergens op de kop getikt en je hebt geen geld. Maar je komt alleen een beetje je tijd doorbrengen of zo. Nou, goed, dus dat heeft te maken met dat aspect. Er valt nog veel meer over te zeggen. Nog één opmerking van iemand? Ja, dus hij vertrouwt anderen misschien meer die ervaring hebben. Ja, dan degene die verkoopt. Ja, dus het betekent voor de reisadviseur, heb ik begrepen, dat je moet dus heel goed zijn in snel contact maken met iemand. Want iemand moet het jou gaan gunnen. Hè, dat jij de deal mag maken. Je moet ook goed kunnen onderhandelen, want ja, op het internet is het goedkoper en sneller. Het gevaar is natuurlijk dat jij lekker meedenkt en dan boekt hij het thuis op het internet, hè? Want zo gaat dat natuurlijk. Dus de kunst is ook dat je helpt iemand met denken. En dat betekent dat iemand op maat iets wil. Dat is heel karwei om op maat uit te vinden via het internet vaak. Dus dat is nog een soort meerwaarde. Dus je moet iemand gaan maken. Maar dat betekent dat je soms moet bij de conculega moet je te raden gaan om iets net op maat te krijgen. Dus je moet heel snel kunnen schakelen met ICT-systemen, met achterwacht. Terwijl iemand zit met wie je een deal moet gaan maken. Die moet op zijn gemak zijn. Dus die ga je een aantal ideeën aanreiken. Niet te veel, want hij moet kunnen kiezen. En dan moet hij tot die keuze kunnen komen. En dan moet die verkoop plaatsvinden. Kortom, het is veel meer een sociaal ontwerpproces. In plaats van, u kunt kiezen uit drie smaken, kies er maar één. Want je koopt hem toch wel bij mij, want je moet wel. Dus dat maakt dat beroepen radicaal zijn veranderd. En dat zie je hier ook uit onderzoek. Dus ik dacht zelf, nou, dat heb ik mooi ontdekt. Maar dat hebben andere mensen onderzocht ook. Dus je ziet hier, een van die onderzoeken, wat eruit blijkt is, sinds 1960 tot het jaar 2000, is werk wereldwijd heel anders geworden. Dus vroeger had je heel veel handwerk, routinewerk. Dat is steeds meer aan het verdwijnen, ten faveure van, je moet met elkaar samenwerken. Het is niet routine, het is samen iets creëren, het is op maat maken. En dat is een wereldwijd fenomeen. Dus dat betekent dat beroepen veranderen, er komen hele andere beroepen. We weten nog niet waar het heen gaat, maar dat het radicaal aan het veranderen is, dat is onze wereld. En dat komt, wat mij betreft, door vier dingen. En een van de belangrijke aspecten is de emancipatie. Dus er was een heel leuk trouw opvoedonderzoek. En ouders van nu die willen geen gehoorzaam kind, behalve dat van hun buren. Hè, zo zijn wij tegenwoordig. En dat zijn allemaal aspecten van emancipatie. Ik heb hier wat beelden bijgezet. Het is een lang verhaal over wat emancipatie dan is. Maar wat je eigenlijk ziet is dat op dit moment in de hele wereld, in de laatste 50 jaar, er een enorme emancipatoire drift aan de gang is. Alle minderheden ontwikkelen zich. Die willen ik roepen, heel hard. Hè, zeg maar. Ik besta. En eigenlijk zou je naar de hele geschiedenis van de mensheid kunnen kijken als naar de geschiedenis van de emancipatie. En waarom is dat belangrijk? Omdat ik wil aantonen dat we leven in een tijd die anders is dan alle andere tijden. We leven ergens naartoe. Het is niet van, het is een slingerbeweging en het slingert wel weer terug. Nee, het wordt anders dan het ooit geweest is. En dat is al in de hele geschiedenis aanwezig geweest. En dat is eigenlijk wat ik hiermee wou laten zien. Ik weet niet of je, kan je het zo snel volgen? Want ik praat over grote dingen die heel genuanceerd liggen, waar je hele dikke boeken over kan lezen, waar op zo'n kernterreintje een hoogleraar zijn leven lang werkt. En ik maak van die grote bewegingen. Hoe dan ook, je volgt me wel een beetje.
Mijn conclusie daaruit is dat dit model eigenlijk de kern vormt van sociale interactie in de 21ste eeuw. Dus je begint daar in die verkenningsfase. Ik wil wat en jij wil wat. En er moet iets, in veel gevallen van een opdrachtgever. Er zijn randvoorwaarden. We moeten eengezind komen tot een probleemstelling. Nou, dat is allemaal heel complex. Dus moeten we divergeren in de ideeontwikkelingsfase. Allemaal ideeën bedenken, outside of the box denken. Brainstormen en dergelijke technieken inzetten. Maar goed, in de tram gaat dat in binnen 60 seconden. En wat we zo direct zullen zien, een jazzmuzikus denkt daar niet eens meer over na. En toch is het creatief. Maar hoe dan ook, een model zet even alles stil. Waarom is een model van belang? Niet om het heilig te verklaren, om het te gaan aanbidden als een kruis. Vooral niet. Het moet voor je werken. Maar het fijne van een model is dat je daardoor soms even afstand kan nemen van dingen die misschien heel gewoon voor je zijn. Maar dat je dan op deelaspecten kan inzoomen, waardoor je daarop kunt leren of kunt nadenken. Dat is het wezen van een model. Daarom laat ik dit model zien. Divergeren, convergeren. Het proces van organiseren, uitvoeren en volharden. Omgaan met tegenslag en met kansen die zich voordoen. Dat is allemaal die herfst of die zomerfase, die rode fase. En dan heb je de oogstfase. En dat is dan het proces van presenteren, vieren en evalueren van het resultaat. En van het proces er naartoe. Wat denk je? Ja, je bent er stil van, jammer. Oh, ik zie daar een mevrouw met een hele lange vinger. Dan kom ik naar jou. Ja? Ja. Ja, dat is een goede vraag. Marinus Knopen, de creatiespiraal. Wie zijn daarmee bekend? Oké, wie heeft er nog nooit van gehoord? Ja, een beetje zo half om half, hè, zeg maar. Ja, dus interessant is dat er zijn allerlei modellen in een cirkel. Er zijn ook allerlei ontwerpmodellen. En Marinus Knopen met zijn creatiespiraal was voor mij een grote inspiratiebron. Ik heb hem ook gesproken en ik ben het niet langer met hem eens. En we komen daar misschien zo direct over te spreken, want wat Marinus niet doet, terwijl ik hem enorm bewonder, maar hij onderscheidt geen ideeontwikkelingsfase. En dat is een heel... Ja, maar nou ja, dat doet hij zelf niet. Ik heb erover gesproken, maar we kunnen een enorme discussie hebben over modellen. Dat wil ik na afloop graag met je doen. Want die discussie heb ik altijd heel, heel vaak met mensen. Dus ik heb ongeveer alle modellen die er bestaan. Probeer mij maar uit straks. Heb ik bestudeerd? Ja, wat een onzin. Fotomodellen vooral. Sorry. Je studeert wat af op een dag, hè, zeg maar. Vooral die oogstfase heb ik veel met fotomodellen doorgebracht, zeg maar. Nou, oké. Maar het gaat even om het fenomeen dat... ik wil hier helemaal niet mee laten zien van... wat heb ik een origineel model bedacht? Dat interesseert me eigenlijk geen reet. Het gaat erom, verklaart het iets? Helpt het ons verder? Dat geldt voor elk model. En ik zou hopen dat dit, in the end, dit ook zou kunnen doen. Nou, een belangrijke aspect is... ik heb gezegd, het gaat over emancipatie. Maar er zijn eigenlijk nog drie andere aspecten waar we niet allemaal helemaal aan toe zullen komen vanmiddag. Maar waarom ik denk dat sociaal ontwerpend leren van belang is. De derde is globalisering. Er zullen vele sprekers hier zijn. Waarschijnlijk degene die na mij komt, die zal helemaal dat verhaal houden. Hè, wegens de globalisering en het feit dat de grondstoffen opraken enzovoort. Cradle-to-cradle verhaal. Transitiekunde. Je weet allemaal wel. Hele leuke uitzendingen op Uitzending Gemist zijn erover, van tegenlicht en noem maar op. Globalisering. Maar het betekent dat we in multidisciplinaire teams onze hele economie en industrie moeten gaan herontwerpen. En dat noem ik ook sociaal ontwerpen en sociaal ontwerpend leren. Dat geldt ook überhaupt voor het proces van leven lang leren. Maar ik wou het even hebben over informatieoverload. Hoe is dat nu? Hebben jullie al informatieoverload? Kun je me nog aan? Heb je dat wel eens? Elke dag, zeg jij, hè? Ja. Dat is iets van deze tijd, denk ik. Informatie overload. Er wordt wel gezegd dat dit ventje van 10 in de 18e eeuw in zijn hele leven lang net zoveel informatie te verwerken heeft gekregen als in de New York Times in 1 week tijd staat. Dat wordt wel gezegd. Ik heb het onderzoek niet gelezen die het aantoont, maar ik kan me er veel bij voorstellen. Om de reden ook al dat ik aan het einde van de dag mij vaak zo voel. Ken je dat gevoel? Ja.
En dan is eigenlijk de kunst, ja, hoe kom je er nou weer vanaf? En dan weet je nog lang niet alles, nee. Maar dat is het fenomeen van overprikkeling, waar denk ik heel veel van ons aan lijden. Vooral onze kinderen. En waarom vooral onze kinderen? Omdat onze kinderen nog niet zo goed zijn in het filteren. En daar kom ik over te spreken, omdat het een heel belangrijk ding is. Want we zijn er zelf ook niet zo goed in. Wordt wel gezegd dat er sprake is van een nieuw soort ubermensch. Hier zie je hem. Hè, de jongeren. Generatie Einstein, ook wel genoemd. En gelukkig werd door onderzoek mijn eigen intuïtie bewezen. Ik heb naast heel erg veel jongeren gezeten terwijl ze dit soort dingen doen. Terwijl ze aan het googelen zijn. En dan denkt de oudere generatie altijd, wat kunnen ze dat toch virtuoos. Maar wat je dan ziet is dat ze heel virtuoos verdwalen op het internet. En nooit meer thuiskomen met de opdracht die ze zichzelf ook niet eens goed gaven. Zeg maar. Hè? Dus wat we uit onderzoek weten is dat multitasken, dat is hetzelfde als switchen van taak. En switchen van taak, dat kost moeite, dat kost energie en die gaat ten koste van de taak. Zo simpel is het. Neemt niet weg dat wat jongeren wel vaak kunnen, en ik heb het idee dat vrouwen dat vaak beter kunnen dan mannen, maar ik doe nu hele extreme uitspraken, maar die teruggaan naar de oertijd toen wij nog jagers waren en zij nog verzamelaars en op de kinderen moesten passen en alles. Maar dat weet ik ook niet precies. Maar het gaat er even om dat ik het beeld heb dat en jongeren en vrouwen het misschien iets beter kunnen dan wij wat ouder wordende mannen. Namelijk dat multitasken. Maar vaak heb ik zelf gezien, het is vooral kunnen overleven in het prikkelbombardement. En dat is iets anders dan eigenlijk dit fenomeen. Ik haal even dingen door elkaar. Nee, ik wil toch even hier naartoe door. Dit is eigenlijk dat filteren. Dus ik heb eigenlijk gedacht, dus je ziet daar even een term staan, dat komt uit de hersenwetenschap, inhiberen. Dat is Latijn voor tegenhouden. Dus dat gebeurt op dit plekje in de hersenen, daarom had ik het net even hier. Dat is de dorsolaterale prefrontale cortex, dames en heren. Heeft u dat opgeschreven? Ja, nou, dat komt omdat ik dat heb bestudeerd. Dus als je dit doet, dan heb je te pakken, hè? Dit. Want hier zit een dingetje in de hersenen, zeg maar. En dat zorgt voor impulscontrole. En dus dat is eigenlijk het filtersysteem. Ik laat iets toe of ik laat iets niet toe. Dus dat is de kunst. Kinderen kunnen dat nog niet zo goed. Maar wij kunnen het eigenlijk eerlijk gezegd ook niet zo goed. En dat komt omdat vroeger een docent was met een S. Dus hij doseerde de hoeveelheid informatie die naar de kinderen kwam. Dus je hoeft eigenlijk nooit te leren om zelf te inhiberen, wat de hersenwetenschapper noemt. Want dat deed de docent voor je met de S, zeg maar. He, ik dien je dat toe en dat niet. En dat kende jij dan ook niet. Maar dat is natuurlijk nu radicaal anders. Dus dat impulscontrole ding, dat is super belangrijk om dat te leren. En dat zit dus daar op die plek in de frontale cortex. Door dit soort training, dat hebben ze ook wetenschappelijk eigenlijk onderzocht, yoga en dergelijke technieken, kun je leren focussen, kun je leren bij je eigen kern te komen. En dat werkt goed, ook met kinderen zelfs. Maar dit is dus dat proces. Maar wat is nou eigenlijk de grap? Het gaat om tegenhouden, maar dat wat je toelaat, daar moet je wat mee. En er is niet een docent in wezen, in de realiteit, die kan zeggen, doe er dat mee. Dat moet je zelf leren bepalen. Die sturing moet je zelf leren. En waarmee stuur je? Wat is je drive? Nou, je stuurt vanuit je behoefte. Ik heb behoefte aan erkenning. Dus ga ik zorgen dat ik in een grote zaal sta, bla bla bla. Het zet mij in beweging. Het is niet van toepassing, maar het gaat even over behoefte. Dus, maar je hebt ook waarde. Er zijn dingen gebeurd in je leven die jou hebben gekleurd, waardoor je bepaalde kernwaarden hebt, dingen, idealen waar je naar streeft. Dat stuurt je. En je hebt je kwaliteiten, je talenten. Hè, dus bijvoorbeeld, ik ben in het algemeen vrij goed in het inspireren. Dat is iets dat is bij mij aangeboren, maar ik heb het ook wel ontwikkeld. En zo zijn er vele talenten die we allemaal hebben, maar toevallig geneer ik me nu niet dat ik het vertel, zeg maar. Maar in het algemeen is het een vrij gênante gebeurtenis om te zeggen, ik heb deze kwaliteiten.
He, daar praat je niet over. Maar terwijl een kwaliteit is wel wat je graag wil. Want ik vind het namelijk niks leukers om hier nu voor jullie dit verhaal te vertellen. Om de inspirator te spelen in de hoop dat het ook lukt. En dat geldt voor ons allemaal. Onze kwaliteiten die sturen ons. Dat betekent dat je zegt, nou dat doe ik wel op grond van mijn kwaliteit en dat niet. Dus onderwijs, daarin moet centraal komen te staan. Wat is je behoefte, wat zijn je waarden, wat zijn je kwaliteiten? Want anders word je gek, dan raak je overprikkeld. En dat is ook weer dat ontwerpproces. Dus ik heb het hier als een spiraal neergezet. Maar het begint eigenlijk met, vanuit je drive ga je ontwerpen. En kom je tot resultaten. En wat je ondertussen doet is inhiberen. Dus alles wat er niet toe doet, dat hou je tegen. Dat is eigenlijk het vermogen wat we zouden moeten ontwikkelen. Goed, dan komen we bij de jazzmuzikus, hè? Maar dat doe ik even via een raadsel. Dit raadsel dat hebben ze aan mensen gegeven die onder hersenscans lagen. Ik heb het allemaal uit een boek dit, hè. Kan je dit boek zo aanreiken, kan je het ook lezen. Maar het is een heel leuk raadsel. Als je het weet mag je het niet zeggen. Het gaat even om wat er nu in je hersenen gaat gebeuren. Dus het raadsel is dit, ik vertel het maar even gewoon. Dus je hebt een piramide, een enorm grote stalen piramide en die staat op zijn punt. En onder die punt ligt een biljet van $100. Het is een Amerikaans onderzoek, hè. En nou is de vraag, haal het biljet weg zonder dat die piramide in beweging komt. Hoe doe je dat? Niks zeggen? Even waarnemen, wat gebeurt er nou in je hersens? Okay, jij zegt het kan niet. Is er al iemand die een beetje geïrriteerd raakt op dit moment? Wat zeg je? Kan je dat dan makkelijker inleveren? Oké, dan mag dat. Maar is er iemand die al een beetje irritatie krijgt nu van dit? Ik ben heel erg bezig met hoe krijg ik de piramide van zijn plaats. Ja, maar dat mag niet. Nee. Maar daar ben ik wel mee bezig. Daar ben je wel mee bezig, ja. Ja, wat wil je zeggen? Gewoon wegdenken. Ja, oké, okay, leuk. Graven, maar dan zakt dat ding toch? Wat wil je zeggen? Ja. Ja, ja, precies. Ja, al die dingen ga je denken, hè? Ja. Dus je gaat eerst denken, zeg maar, hè? Je probeert het logisch te benaderen, dit, hè? Onlogisch te benaderen. En hoe ging dat? Ja, maar nou ben je goed bezig. Ja, wat wil je zeggen? Oh ja, dat is ook leuk. Ja, die staat er wel op, maar dat is wel leuk gedacht. Ja, dat is wel leuk gedacht. Ja. Ja. Ja, die zijn. Ja, dus wat er in wezen allemaal. De oplossing is overigens steken in de fik. Ja. Dat is de oplossing. Ja. Oké, maar wat er gebeurt in de hersenen, want dat hebben ze bestudeerd en dat is nou zo interessant, is er is eerst activiteit in de linker hersenhelft. En dus dat hebben we later van, kunnen we allemaal zelf bedenken, dat maken we mee, we denken logisch na. He, je probeert even helemaal te snappen hoe het zit. En dan probeer je logisch te denken, nou als dit dan dat. En dan kom je er niet goed uit. En in het algemeen worden mensen dan, ja, of je laat het los, en je denkt nou hij zal het wel vertellen. Maar in de test gingen ze dat natuurlijk niet doen. Dus dan kan je een beetje geïrriteerd raken. Verdomme, waarom snap ik het niet? Dit moet kunnen, of het kan niet. En dan, als je het weet, dan is er... Aha. En dat is een stroompje wat hier loopt. Dat glopje daar. Dat is het aha-centrum. Ja, een wonder, hè? En dat is in de rechter hersenhelft zit dat. En dat heet dus de superieure temporale gyrus. Zeg maar. Dus dat is op zich fijn om te weten. En ja, hoe die hersenwetenschappers praten, echt, nou, ze doen echt hun best dat je het niet snapt, zeg maar. Maar dit snappen we nu. Goed. Oké. Okay. Dus nu gaat het even om het fenomeen. Jazz. Wie houdt er van jazz? Oh, sorry. Nee, ik hou niet van jazz. Nee, maar je wou... Ja. Je wou nog even een ander dingetje? Tegenwoordig hebben we het heel veel over. Ja. Oké, dat is interessant. Dat weet ik niet goed.
Oké. Super. Kon u het verstaan of niet? Oké, ik vertaal even. Meneer zei, maar je hebt ook beelddenkers. En beginnen die dan niet gewoon rechts? Maar er zit hier een jonge dame die zegt dat te weten. En die zegt, beelddenkers beginnen ook links. Om, ik zeg het even beter in je eigen woorden. Ik geef je gewoon even de microfoon. Nou, daar kan ik het volgende over vertellen. Want ik heb heel recent hierover met Erik Scherder van Gedachten gewisseld. Kennen jullie hem? Geweldige man, hè? Ja, en weet je wat hij me aanbood? Daar ben ik echt best wel trots op. Om bij hem te komen promoveren op dat verhaal wat ik jullie nu aan het vertellen ben. Omdat hij het zo'n goed verhaal vond. Hallo? Ja, ja. Maar waar hij me ogenblikkelijk mee inpeperde, was wat jij zei. Tom, je praat veel te makkelijk van links en rechts. Het zijn altijd structuren in de hersenen, heel complex, die met elkaar samenwerken. En dat is ook het verhaal wat ik jullie nu ga vertellen, over de samenwerking tussen de linker en de rechter hersenhelft, met als verbinding de frontale cortex en wat die doet. Want ik zal je laten zien hoe dat bij de improviserende jazzmuzici gaat. We hebben nog weinig tijd, we kunnen enorm spreken met elkaar, maar dat kan niet. Scherder. Ja, hij is bekend omdat hij bij De Wereld Daardoor pas was, bijvoorbeeld. Maar hij heeft heel veel onderzoek gedaan naar wat muziek doet in de hersenen. Of wat ouderdom doet. Als je een half uur per dag op zweetniveau gaat bewegen, dan bouw je een cognitieve reserve op. Dus het betekent dat je minder snel dement wordt en zo. Dat is het onderzoek wat hij doet. Heel interessant. However, we hebben het over jazz. Dus wie hield er nou van jazz? En wie hield er niet van jazz? En dat is voor dit voorbeeld helemaal niet van belang. Dus het is niet een pleidooi voor klassieke muziek is slechter dan jazz of omgekeerd. Het is een beetje metaforisch. Het is allebei mooi, vind ik zelf ook. Maar wat is nou het interessante? Ze hebben dus, als een jazzmuzikus gaat spelen, dan is het eerste wat er gebeurt, dus dat zie je dus in die scans, is dat die dorsolaterale prefrontale cortex, dus dat waar die mee inhibeert, die impulscontrole, die zet hij uit. En als eerste activeert hij zich iets in de linker hersenhelft. Wat is dat? Zijn muzikale woordenschat. Dat zit op dezelfde plek als je taal, je gewone taal. Dus ook zijn woordenschat zit links. En hoe heeft hij die daar gekregen? Door zich de pleuris te studeren. Dus ik heb het zelf ook gedaan, een tijdje. Dus je oefent loopjes, toonladders, akkoorden. Dus je hebt allemaal basisstenen eigenlijk, Lego. Dat komt eigenlijk op neer, hè? Muzikale Lego. Zit in je linker hersenhelft zit dat. Behoorlijk in de weg dan ook. Idee, want Lego daar. Hoe dan ook. Dan zet hij die dorsolaterale prefrontale cortex uit. En dan wordt er iets geactiveerd wat de hersenonderzoekers noemen het biografische centrum. Dat zit in die frontale cortex hier. En dat is dus eigenlijk een structuur die eigenlijk zegt van, dit vind ik mooi, dit wil ik. Maar tegelijkertijd speelt hij samen met anderen. Dus hij moet zich inleven in een ander. Dus dat gebeurt gelijktijdig. Dat is ook die frontale cortex die daar de hoofdrol in speelt, zeg maar, de voorhoofdrol. En dan gebeurt het wonder dus, want dan worden er nieuwe verbindingen gelegd tussen de bestaande ideeën van de muzikale woordenschat. En de nieuwe verbindingen leggen tussen bestaande ideeën, dat gebeurt in de rechter hersenhelft. En nieuwe verbindingen leggen tussen bestaande ideeën, dat is per definitie ontwerpen. Dat is wat ontwerpen is. Nou, dus moet je eigenlijk een beetje voorstellen. Een beetje een versimplificeerd plaatje. Maar je ziet, het werkt allemaal met elkaar samen. En dat is wat de improviserende jazzmuzikus doet. En ik denk dus, dat is mijn theorie, dat je dit aan de kinderen moet leren. Zodat ze in het sociale ontwerpproces het beste kunnen functioneren. Dat is mijn theorie. Dat weet ik niet. Vast. Of het invloed heeft op de motoriek. Je stelt natuurlijk een hele grote vraag, hè? Dus ik zeg, mijn hypothese, dit moeten we aan onze kinderen leren. Waarop jij zegt,
En heeft dat dan invloed op de motoriek? Dat is een grote vraag die heel interessant is. Ja. 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 Nou ja. Oké. Okay. Ik moet naar de klok kijken, dus, want anders komt er een andere spreker. Ik maak even mijn verhaal af, als jullie het niet erg vinden. Vinden jullie het erg? Wil je liever zelf praten? Dat mag ook. Ik ken mijn verhaal al, tenslotte. Geintje. Ik wist dat dit eruit zou komen. Oké. Okay. Ja, dus belangrijk is, als je nou, ik zeg nu even een paar hele grote lijnen over onderwijs. Hè? Dus je gaat aan kinderen, aan jongeren, aan studenten, om te leren functioneren in het sociale ontwerpproces, ga je open opdrachten geven. Dit is een gesloten opdracht. Je moet het even symbolisch opvatten. Dus je zegt, en dit is heel traditioneel in het onderwijs, zo zien alle opdrachten eruit. Ga naar Groningen. Hier heb je je treinkaartje. Je neemt de trein van 9 uur 36 per 15. Je koopt op het station van Groningen een bonnetje, een koffie of iets anders. Dat je bewijst dat je er echt geweest bent. En je neemt de trein terug van 13 uur 16 op per 2. Gaan. Nu. He, dat is traditioneel onderwijs. En dan heb je een leeropbrengst. En die zou je kunnen zeggen, die is op het gebied van reizen. Maar vooral reizen naar Groningen. Maar eigenlijk zou je kunnen zeggen, die is vooral op het gebied van doen wat er gezegd wordt. Of ermee wegkomen. He, die scène op die wc, zeg maar, in Londen. Oké, okay, dus wat is nou een open opdracht? Dat is dit. Dat is, ga naar Groningen. Ga binnen een dag op en neer. Dit is je budget, bewijs dat je er geweest bent. Je moet het in een week tijd doen. Wat gebeurt er? Jeetje, Groningen, ik heb zin om auto te rijden. Mijn oom woont vlakbij Groningen. Nou, er komen ideeën. Als we ons geld nou bij elkaar leggen, dan huren we een auto, houden we geld over, kunnen we uit, bla bla bla, enzovoort. Dus allemaal ideeën. Oh god, denk je als leraar, niet te controleren. Wat kan er wel niet gebeuren? Inderdaad, ze gaan op reis, autopech, ruzie. Nou, ze zijn wel aangekomen, maar ze drinken te veel. Afijn, mits goed gedaan, is er een leeropbrengst op het gebied van reizen in het algemeen. En op het gebied van wat ik noem zelfsturingcompetenties. Dat is hetzelfde. Ja. Nee, nou, het is flauw dat je om woorden te pakken. Want ik moet het even, het beeld even laten zien, dit. Dus ik heb eigenlijk gedacht, wat moet je nou kennen, kunnen en zijn om dat sociale ontwerpproces te leren doorlopen? En dat zijn eigenlijk deze 12 vermogens van sociaal ontwerpen. Er wordt heel veel geschreven en gesproken in deze tijd over wat dan heet de skills van de 21ste eeuw. En in mijn stellige overtuiging zijn dit ze. Dit moeten we onze kinderen leren. Ik heb ze ook hier staan met als een bloemetje. Dan zijn ze meer voor kleine kinderen, zeg maar. Maar het is eigenlijk precies hetzelfde. Ik denk dat je er niet jong genoeg mee kan beginnen met dat. Wat zeg je? Risico nemen. Ja. Nou, dat zijn allemaal interessante vragen. Hè? Out of the box denken, dat is risico nemen. Je kan ook bij het volbrengen kan het ook het risico zitten. Het is even, ja, of bij besluiten. Ja, dus dat is even, dat is altijd interessant in onderwijs en in modellen. Wat ga je onderscheiden? He, je kan dus zeggen, je wil kinderen vooral iets leren op het gebied van risico nemen. Dat vind ik heel belangrijk. Nou, dan maak je een taartpunt en die noem je risico nemen. En dat is niet beter of minder goed, maar het gaat erom, je hebt maar één keer de tijd. Dus waar focus je op, hè? Dus ik heb het idee dat het goed is om op deze 12 te focussen. En dat heb ik mogen uitproberen bij een aantal onderwijsinstellingen in Nederland. En ik verbeeld mij dat het werkt. Maar ik heb geen enkel wetenschappelijk bewijs. Anders dan indirect bewijs. En dat ik enthousiast erover ben. Dat is het begin van wetenschap altijd. Ja, iedereen die mij zijn e-mailadres geeft, die mail ik even alles wat ik nu verteld heb. Hè, dus dat scheelt dan. Ik denk dat we er ongeveer wel zijn eigenlijk. Ja, we zijn er. Dus ik kan nog heel veel meer vertellen. Maar stuur mij een e-mail. Of kijk op onze website. Wat je daar bijvoorbeeld zou kunnen vinden, dat is vooral als ik je die mail stuur. Ik heb een film gemaakt, een documentaire over die jazz en musical dansopleiding. Dus dan kan je zien wat er met studenten gebeurt als ze dat doen in de praktijk.
Ik kan je ook een stuk mailen waar dit verhaal zo'n beetje in grote lijn in staat. En als je andere dingen wilt vragen of zeggen, dan is dat van harte welkom natuurlijk. Dat je mailadres en hyphen heeft en je website niet. Ja, dat is leuk dat je dat ziet. Ja. Oké. Ja, nou, dus er staat wel een streepje bij mijn e-mailadres, maar niet bij de website. Als je het bij de website ook doet, komt het aan, maar in het e-mailadres niet. Dat heeft ermee te maken dat ik pas net die naam zonder streepje heb weten te bemachtigen. Oké, we moeten afronden, dus we kunnen misschien nog twee vragen doen. Ik zie er daar twee. Zeg. Wordt u een beetje gehoord? Ik vind het echt verademing om het verhaal te lezen. Ik vraag me af hoe dat in het Nederlands is. Ja, nou, ik leid in mijn leven aan extreme voor- en extreme tegenstanders. Ik ben ontzettend enthousiast over het gegeven dat dat stuk van de onderwijsraad helemaal mijn verhaal onderschrijft. Dus daar ben ik ontzettend blij mee. Maar ik voel me vaak wel roepen in de woestijn, best wel een beetje eenzaam ook. Vaak kom ik dan op scholen werken en dan gooien ze me eruit, want dan vinden ze me te bedreigend, te moeilijk. Dus dat is eigenlijk het ding. Ja, dat zijn de standaard Pabo'ers geweest. Ja, nou, zo is het, maar dat is wel... Ja, de tijd is nu in mijn leven, en ik denk misschien in ieders leven, om de krachten te bundelen. Dus ik was bijvoorbeeld uitgenodigd op de Jena-plan-conferentie. En Jena-plan-onderwijs, dat lijkt heel erg op wat ik zeg. Maar ik heb eigenlijk, heb ik begrepen, hun taal in deze tijd opnieuw uitgevonden voor ze. Vertelden ze mij. Nou, daar ben ik super trots op. En ik was ook stond er versteld van wat een leuke Jena-plan-scholen er bestaan, waar ze eigenlijk heel veel van dit al doen. Dat zeiden ze, ja, we doen het eigenlijk altijd. Maar ja, nou hebben we een heel mooi beeld erbij. Nu snappen we het beter. Jena-plan. Dat is een plaatsje in Duitsland, Jena. En daar werkte Peter Petersen. Dat was zo rond de Tweede Wereldoorlog. En die vond daar een nieuw soort onderwijssysteem uit. Dat heet Jena-plan. Maar zo heb je ook Freinet-onderwijs, genoemd naar meneer Freinet in Zuid-Frankrijk. En Montessori. Dus zo zijn er tal van onderwijsvernieuwers van zo'n 100 jaar geleden, zeg maar, die al begonnen zijn. Het is begonnen. Dit soort onderwijs is begonnen. Daar komt het neer. Nu komen er heel veel meer vragen. Dat is leuk. Maar ik zit even met dat het officieel nu pauze is. En dat over 10 minuten er een nieuwe meneer binnenkomt, hè, die iets wil. Dus daar moeten we mee dealen dan, hè? Dus dan ga ik nog even wat vragen af. Is dat goed? Ja? Oké, houd kort. Wat wil je vragen? Ik vroeg me alleen af of jou contact hebt met Erik van Hetzelfde aan de Hugo de Grootschool in Rotterdam. Die was laatst ook weer tegenlicht. En die, ja. Die richt ook zijn school. Oké, dat is leuk. Al dat soort contactdingen wil ik graag horen. Dat vind ik leuk. Oké. Ik heb zelf een ontwerpopleiding gedaan. Ja. Dus ik zat even kritisch te kijken naar die hele cyclus. Mag ik ook. En je hebt dan die ID-generatie. Ja. En dan ga je naar de realisatie. Ja. Ik stop je heel even, want ik zie dat mensen er vandoor willen. We ronden de sessie af. En wie nog even wat wil vragen, wat wil zeggen, die komt gewoon naar me toe. Is dat goed? Bedankt voor de aandacht. Tot ziens.